Trauma is niet een ding, is niet iets waarvan je kunt zeggen van hier is het of dit is een gebeurtenis die zorgt dat er een traumarespons bij iemand ontstaat. Mensen kunnen dezelfde gebeurtenis meemaken. En de ene mens die krijgt dat het trauma zich vastzet, dat zich trauma vastzet in het zenuwstelsel, en de andere mens kan zich verder bewegen in het leven en kan de gebeurtenis zien als iets wat tot zijn verleden behoort. Wat maakt dat iets trauma is, is dat het te overweldigend is voor het systeem, te snel, te plotseling, te veel, dus niet te behappen voor het zenuwstelsel. En dat is niet alleen afhankelijk van een gebeurtenis, van de gebeurtenis op zich, van de verkrachting op zich, van het ongeluk op zich. Maar het is ook afhankelijk van hoeveel veerkracht die persoon al heeft opgebouwd in zijn leven. En die veerkracht, die is het grootste als je als, vooral ook al als jong kind, opgevangen bent. Als je opgevangen bent door een verzorger of door een ouder of door een broer of zus of vriend of vriendin. Als er iets heftigs gebeurde, dat er iemand bij je was of is, als het de heftige gebeurtenis later in je leven gebeurt, die bij jou kan zijn om het te processen, om het op te kunnen vangen, om ermee te kunnen zijn. Dat is co-regulatie, dus de regulerende invloed van een ander mens. Als een kind heel hard valt, dan zie je dat hij vaak eerst naar de ouder kijkt. Van, is dit erg of is dit niet erg? En als de ouder dan zegt van, kom maar bij mij en het kind mag uithuilen en voelt de veilige warmte van het lichaam van de volwassene. En de volwassene is er om een betekenis te geven aan wat er gebeurd is. Oh ja, je kon er niks aan doen, die steen lag los. Of het kan iedereen gebeuren. Dan wordt dat opgevangen. Het zenuwstelsel van het jonge kind is nog niet rijp genoeg om dat zelf te kunnen, om dat zelf een plek te geven. Maar als het kind valt en de ouder die raakt helemaal in paniek van help, wat is er gebeurd? En laat me kijken, heb je niks gebroken? Natuurlijk moet je ook kijken of er iets niet gebroken is, maar als dat vanuit zo'n toon komt of zo'n lading, dan kan het kind na die gebeurtenis juist niet ontspannen. Dan gaat hij mee in de paniek van de ouder en wordt het nog erger. En wordt een val gekoppeld aan een paniektoestand. En gaat het kind bijvoorbeeld zelfs bang worden om naar de speeltuin te gaan, of bang om te worden om te klimmen, of bang om met andere kinderen te gaan spelen, of bang om te gaan rennen. En ook als iemand ouder is, als iemand bijvoorbeeld in de puberteit is en er is een ongewenste intimiteit geweest van iemand, van een volwassene of van een medeleerling. Het kind is vaak al heel voorzichtig om daar iets over te vertellen, van hoe zal erop gereageerd worden. Maar als het erover vertelt en de ouder of iemand die daarnaar luistert, die zegt dan van, goh, hoe is dit nu voor jou? En dat moet echt afschuwelijk rot voor jou geweest zijn. En
Dus dat hij meeleeft is heel belangrijk. Dat iemand naast degene staat en dat je samen gaat kijken van wat kan er gedaan worden? Wat kan er gedaan worden om herhaling te voorkomen bijvoorbeeld? En wat ook heel goed kan zijn is degene die dit meegemaakt heeft te bemoedigen, te zeggen waarin die goed gereageerd heeft. Goed reageren kan ook juist zijn om niet te gaan schreeuwen of geen verzet te bieden, omdat het dan nog erger had kunnen worden. Dus om de persoon gerust te stellen, te bemoedigen, te brengen bij de eigen hulpbronnen, bij de eigen kracht, laten weten dat jij er bent, een omgeving creëren waarin gekeken wordt hoe kan het voorkomen worden een volgende keer. Dus dat er een persoon bij je is als je een ongeluk hebt gehad, als je een hele vervelende situatie hebt meegemaakt, dat helpt te voorkomen dat die heftige gebeurtenis zich niet vastzet in je zenuwstelsel. Naast andere dingen, naast bijvoorbeeld de trilling toestaan en... Maar het is van wezenlijk belang hoe er gereageerd wordt door de omgeving op wat er is gebeurd. Dat kan dus maken of je ermee verder kunt, of je het ook weer verder kunt leven en nieuwe ervaringen kunt opdoen. En deze vervelende ervaring een plaats geeft in je leven en ook als een gebeurtenis ziet waar je iets van geleerd hebt weer, wat je weer ook weer sterker heeft gemaakt. Of dat je je verkrampt omdat de reactie van de omgeving na de gebeurtenis bijvoorbeeld nog erger is dan de gebeurtenis zelf. Misschien is een kind even verbaasd dat die geval is en natuurlijk huilt hij van de pijn. Kan die huilen van de pijn? Maar kijkt hij dan misschien naar zijn bloedende knie en denkt dan, oh, er moet een pleister op of er is even pijn, want ik ben gevallen. Maar de paniekreactie, juist de paniekreactie van iemand in de omgeving, kan juist de overweldigende factor zijn voor iemand. Dus het is belangrijk als je naar iemand toe gaat of bij iemand bent die net iets heel ergs heeft meegemaakt, om eerst te checken in jezelf. Hoe reageer ik erop? Ben ik in een gereguleerde staat? Ben ik zelf kalm genoeg om op een juiste manier bij die persoon te kunnen zijn? En om als je merkt dat je zelf in paniek bent, om dan eerst contact te maken met jouw hulpbronnen. De verbinding met de aarde, je bewustzijn van de ademhaling, zien van de persoon leeft nog. Het is gebeurd, maar er zijn mogelijkheden om te helen. Dus dat is kostbaar. En dat kan zorgen dat de andere persoon zich in jouw ontspanning kan ontspannen. Dit is wat ik over dit onderwerp wilde zeggen. En als je iets wilt delen over jouw eigen ervaring, waarin je bijvoorbeeld hebt gemerkt dat er iets ergs met je gebeurde, maar dat het te behappen bleef omdat er goed op gereageerd werd door een ander, dan ben je welkom om dat te delen in de reacties onder dit filmpje.